verheren, ontvangen met een daverend applaus, want hier is voor u, dit geval zingt Neil Diamond.
Ik zou zeggen, om dit tweede gedeelte officieel mee te starten, blij dat jullie er zijn. En in het Engels klinkt dat dan als hello again. Uitgekomen is in de jaren 80. Het kreeg de titel Beautiful Noise en daaruit kwam dan ook dezelfde single track. We gaan er even naar luisteren. Niet van Tijden, maar van mij. K-Box! Sound.
Ik heb het daarnet nog gezegd in de loge tegen Peter. Ik zeg, wat mij zozeer bewondert, of mijn bewondering naar Neil Diamond toe is, die man zijn uptempo nummers. Wauw, kreeg er kippenval van. Die ballades, evenzeer. Het is zo'n ballade dat we nu gaan doen. Het heet Premium. Thank you.
eerlijk moet zijn, dat hoort misschien niet echt thuis in een feestavond zoals deze hier, maar het is eigenlijk van inhoud, textueel dan, een heel triestig nummer. Het gaat daarover, ik wil er gerust een woordje uitleg aan geven van, voor de mensen die niet 100% mee zijn met de Engelse taal. Dus, het verhaal gaat dan eigenlijk over een oude man die komt te overlijden. Hij heeft kinderen, maar niemand interesseert zich nog aan hem. En dat op zich is al heel triest, maar de clue moet eigenlijk nog komen, want die brave man heeft ooit in zijn leven, die man had geen cent, geen cent op zak. Een arme mens en met heel veel trots heeft hij ooit als nalatenschap naar zijn kinderen toe een mooie, een prachtige houten tafel gemaakt, in eikenhout. En in dat tafelblad heeft hij geschreven voor mijn kinderen, voor mijn children. Tot punt is dat er niemand van die kinderen dit ooit heeft weten te appreciëren. En uiteindelijk is dat tafelblad als grafschrift op zijn tombe gekomen, beste mensen. Ik vind dat heel triestig, heel gevoelig. Maar we gaan het toch doen. Het nummer heet Morningside. Morning.
And you gave me the best you had. That's how we started together. And how together we're gonna stay. You taught me a little about goodness. I bought too a little bit of rain. You brought me a part of your sunshine. You took in the heart of my pain. De backings komen terug, de tonelen. Dus dat wil zeggen dat er terug een beetje een power gaat ingestoken worden bij de beste mensen. Ja, gaan we dat doen? Gaan we er een beetje power in steken nu? Ja, ja. Jo! Dat is echt op zijn nekloos, hè? Jo! Oké. Jongens! Well, I'll be sitting back at the hands of a girl almost.
hadden een tweet al toen dat de film die Neil Diamond ooit heeft gemaakt, beste mensen, The Jazz Singer. Dat was de titel van de film. En er zijn toch wel een paar meesterwerkjes uit tevoorschijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld deze hier. Bleed. Why
De mensen van de techniek, of ik weet niet wie, die heeft wel vergeten om hier een papiertje straks, dat ik straks ga nodig hebben, hier voor mijn voetjes te leggen. Alsjeblieft, het weet ze zeggen een keer niet. Gilder weet niet wat dat tegen mijn oortjes luistert, hè? Maar het is maar beter. Ik heb dat net al aangezegd, beste mensen. Dus ik zeg het eerst alweer, we zijn een nieuwe timing, we kunnen het niet helpen. Dit programma gaat natuurlijk over die man, over dat icoon. Maar die man heeft zoveel mooie nummers gemaakt. En, als ik eerlijk mag zijn, dat is voor mij persoonlijk, en ik spreek nu over iedere artiest die ik al liefdesliedjes of romantische nummers heb weten te maken, was Leeuw. Voor mij is dat het toppunt van romantiek, hetgeen dat nu gaat komen. Echt waar, ik noem dat uit de grond van mijn hart. Dan moet ik even goed naar luisteren. Twee verliefde mensen die ergens in het gras liggen. Gewoon in het gras liggen, want pas op, ik ben een romantisch manneke, hoor. Je zult dat misschien niet zeggen, maar... Met tiet en boterham zeggen ze bij ons, nou, valt dat wel mee, hè? Maar twee doodgewoon verliefde mensen die ergens in een weide, in het gras liggen en genieten van de dingen rondom hen, van de natuur, van vogels die vliegen, van water die klattert en vooral van zichzelf natuurlijk. En daar gaat het over. En the grass won't pay. Down on our side.
Een van de
grootste oude hits van Mr. Neil Diamond. Wie kent hem deze niet? Crackle and Rosie! En dat is nog steeds lekker. Kijk, beste mensen, als ik eerlijk moet zijn, dat is het volgende is nu een nummer dat ik per se wil brengen vanavond. In dat concert, als je het zo mag noemen. En ik hoop dat het jullie bevalt. Het is niet een van de bekendste liedjes van Neil Diamond, maar het is een speciaalke. En ik had er mijn hart en ziel in haar gezien. Voilà, het is met dat getreed. Yes. Try your eyes. Take your soul out. It's a new born avenue. If you can't recall the singer, you can feel.
aan een moment toegekomen, beste mensen, dat de beste gelegenheid, denk ik, om die prachtige muzikanten aan jullie voor te stellen. En we gaan dat stuk voor stuk doen, nog één voor één, zoals u verkiest. Dus ik kan ze nog met pauze met mijn brief kunnen afleveren. Kunt maar eerlijk zijn, hè? De lachenbek heeft er in de doek met de gitaar. Hij doet zijn werk, schitterend, beste mensen. Even een geweldig applaus. Peter! En je hebt een buurman ook, en die speelt basgitaar. En die doet dat ook voortreffelijk. En die doet Alain! Aan de drums. Hij kijkt altijd bloedernstig, beste mensen, maar hij doet zijn werk werkelijk voortreffelijk. Chris! We zien wel dat ik kan lachen ook, hè? In diezelfde hoek op de keyboards, piano, die man doet van alles. En hij luistert naar de naam Dario, beste mensen. Dario! We hebben, zoals u al heeft gemerkt, twee schitterende, prachtige backing-vocalisten. En de blonde dame, waar ik trouwens dat ik duet mee heb gedaan aan het begin van de show, die luistert naar de naam Chelsea. Chelsea. En blond en zwart, dat hoort blijkbaar samen, beste mensen, en zij doet dat ook mee dan voortreffelijk. Haar collega Katrien! En dan zijn we aan de man die daar een beetje verscholen zit, achter de hoek. Dus ik zeg een beetje weg, maar het is een belangrijke kadeel. Chris Capoen! Hey! En dan zijn we aangekomen bij de blaaspartijen. Heb je die mannen goed gehoord? Het zijn goeie, hè? Het is toch heel dat zich niet kan houden, hè? Dus, ik heb dat net in de kleedkamer gevraagd van, als ik jullie voorstel, gaan jullie elke stukje spelen? Nee, dat gaan we niet doen. Maar het is toch iemand dat niet kan laten voor te blazen, hè? Dat was Diek zeker? Dat was... Ja, de grapjes van de bende. In elk geval... Philip! Het was maar om te kijken als jullie het nog wisten. Oh la 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 la. Op de altsax hebben we dit. Die kan ik moeilijk vergeten, want dat is. Op de trompet speelt Hans, dames en heren. En dan hebben we er nog eentje. Op de trombone, niemand minder dan Jonathan. Voilà. Dat was te verwachten. Beste mensen, we lopen zo stilletjes aan, naar het einde van dit programma. Oh. En ik weet, ik heb hier nog iemand gehad, een jeugdvriend van mij, ik, door die lichten, ik zie niet waar die zit, maar Ronnie, heeft nog, ja, hij steekt zijn volken op, heeft nog goede herinneringen aan het nummer dat we nu gaan doen. Want als ik het goed voor heb, was dat, ja, het heeft iets met een speciale dans te maken. In elk geval, ik hoor het persoonlijk ook graag. Daarom gaan we het nu ook doen. Een van Diamonds klassiekers van vroeger. Halle, Halle. Where?
Dankjewel, dankjewel. Wauw. We gaan een cover doen. We gaan een cover doen, beste mensen. En nummer dat niet... wat is dat Neil Diamond afkomstig is? Maar hij heeft ooit een album uitgebracht, als ik het goed voor heb, noemt dan dat album Up on the Roof. En dat resulteert zich daarin dat hij ooit een ganse reeks van klassiekers heeft opgenomen, gecoverd. Dus zijn eigen touch, zijn eigen versie eraan gegeven. En tot verdedigen. Ik wil het volgende toch wel heel graag voor jullie doen, zeker. Ik heb het beslist hoor. Het is van Ike en Tina Turner. Really deep. Mountain High! Thank you.
LA is why the sun shines most of time.
dames en heren. Geven nog een daverend applaus. Dirk de Val en de Dirk de Valband. Dank je wel, dames en heren. Jullie waren werkelijk schitterend.